Zingende vogels zijn het geluid van de lente. Klinkt hartstikke vrolijk, toch? Maar voor vogels is het een kwestie van overleven. Hoe dat zit, leg ik je hier uit in de werkplaats. Vogels kunnen niet praten, dus we kunnen niet echt aan ze vragen waarom ze zingen. Maar door goed naar ze te kijken en goed naar ze te luisteren, kunnen we wel analyseren wanneer ze hun snavel opentrekken en hoe andere soortgenoten daarop reageren. Zo weten we bijvoorbeeld dat als vogels geluid maken, dat ze niet altijd zingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de merel, die heeft twee categorieën geluid. Eén is dit. En de andere bijvoorbeeld dit. Wat voor geluid zou de merel maken als dit die eraan komt? Dit is nou de alarmroep van een merel. Hij maakt in plaats van een mooi traag liedje, korte harde geluiden. En daarmee waarschuwt hij zijn soortgenoten of hij probeert de vijand weg te jagen. Als een vogel niet alarm slaat, maar echt aan het zingen is, kan dat nog steeds verschillende dingen betekenen. Zo weet je misschien dat een vogel bijvoorbeeld gaat zingen om een partner te versieren om een nestje mee te bouwen. En dan maakt het uit hoe die vogel zingt. Bijvoorbeeld kort strak liedje of een traag liedje. Biologen hebben dit onderzocht in een zebravink. Dat is dit zangvogeltje. En dan hebben ze een vrouwtje zebravink in een kooi gezet en aan allebei de kanten van de kooi een speaker neergezet. Nou, uit deze box komt dit liedje. En als je nou van dat geluid een plaatje maakt, ziet het er zo uit. En uit dit boxje klonk dit liedje. En als je daar een plaatje van maakt, dan ziet het er zo uit. Vervolgens zagen ze dat die vrouwtjes veel vaker naar dit boxje gingen. En dat wijst er dus eigenlijk op dat ze dat liedje aantrekkelijker vinden dan dat trage liedje. De vogels kunnen ook echt goed zingen. En dat komt omdat ze op een andere manier geluid maken dan dat wij dat doen. Net als wij hebben vogels ook twee longen en een luchtpijp die uitkomt in hun bek. Maar wij hebben bovenaan onze stembanden aan de luchtpijp zitten. En dit is een soort poortje. Als je die openzet, dan kan er lucht langs lopen en dan gaat het trillen en dan krijg je eigenlijk geluid. En vogels hebben eigenlijk een veel complexer systeem. In plaats van die ene geluidsbron hebben ze er eigenlijk twee. En die liggen hier aan de bronchiën, die vertakkingen die naar de longen toe gaan. Dus hier en hier. En sommigen hebben zelfs nog een derde bron, die ligt ongeveer hier. Nou, wat zijn nou eigenlijk die bronnen? Je hebt hier en hier allemaal spieren omheen zitten. En die kunnen allemaal onafhankelijk van elkaar bewegen. En samen zorgt dat ervoor dat die vogels heel complexe geluiden kunnen maken. Soms is de zang van een zangvogel ook een teken van agressie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een vogel een nestje wil maken of dat het eraan komt. En dat nest moet beschermd worden. Stel dat dit een mooi groen park is. Met bijvoorbeeld hier een mooi beekje. En hier een boom. Daar nog een boom. Met struikjes. Hier nog een struikje. En dan zit hier een nestje koolmeesjes. Hoor maar. Dat is de koolmees. Maar waarom zingt die koolmees nu dan eigenlijk? Het zou bijvoorbeeld kunnen dat hier ook een nestje zit in de boom. In dat geval zingt die vogel dus niet voor de gezelligheid en ook niet om een partner te versieren. Maar dan zingt hij om zijn territorium te verdedigen. Want het kan zijn dat er bijvoorbeeld in de buurt heel veel insecten te vinden zijn. Dat is een goede voedselbron voor al die vogels. En die wil je niet graag delen met andere vogels. Dus dan betekent dat eigenlijk, blijf bij mij uit de buurt, dit is mijn eten. Dan zou je kunnen denken dat vogels die zingen helemaal niet vrolijk zijn. En dat ze alleen maar zingen om iets te bereiken. Maar dat is eigenlijk ook weer niet helemaal waar. Wetenschappers hebben namelijk wel gezien dat als vogels in de stress zitten, dat ze dan eigenlijk helemaal geen geluid maken. Nou, en met stress bedoel ik dan dus niet de kat of de roofvogel. Daar hebben ze die alarmroep voor. Maar bijvoorbeeld als ze zich eenzaam voelen of als ze ziek zijn. En wetenschappers hebben ook hersenonderzoek gedaan naar vogels die aan het zingen zijn. En hier zie je een vogelbrein. En dit gebiedje heeft een lange Latijnse naam. Dat korten we altijd af naar VTA. Nou, dat gebiedje is heel actief tijdens het zingen. En dat gebied is ook betrokken bij positieve emotie en bij beloning. Om nou te zeggen dat vogels echt zingen voor een plezier, dat gaat misschien een beetje te ver. We kunnen het ze niet echt vragen, ja, wat is plezier precies? Maar ze halen er in ieder geval wel een soort bevrediging uit. Dus vogels zingen ook om er een positieve emotie uit te halen.